stoel is opgezegd. Je krijgt straks een bevestiging in de mail. Nou, weer een afgesloten hoofdstuk. Nou, het moet natuurlijk nog wel fiscaal afgehandeld worden. Als je aangifte doet over dit jaar. Maar dat zien we dan wel. Goed. Ja. Nu moet je eerst je eigen bedrijf eens een beetje leren kennen. Kijken wat voor klanten er allemaal komen en welke sfeer je wil creëren. Ondertussen hou ik de voorraad nog wel bij. Het is toch gewoon een beetje aanvullen wat er weg is? Dat kan ik er ook wel bij doen. Nou, is best wel gedoe hoor. Moet je niet onderschatten. Moet in ieder geval kijken wat de aanbiedingen zijn, de groothandel. En dan stemt de kok met jou samen daar het dagmenu op af. Als ik ergens goed in ben, dan zijn het aanbiedingen. Ik betaal eigenlijk nooit ergens te veel voor. Ja. Je moet een hele strakke planning maken. Kijken wat er allemaal nog is, wat je nodig hebt. En bijvoorbeeld, het is belangrijk, als het Koningsdag is, dan drinken mensen meer bier en bitterballen. En zoals nu, we gaan bijna november in, wordt kouder en natter. Dan willen mensen andere dingen eten en drinken. Daar moet je wel rekening mee houden. Dus het is goed dat je het zegt, dan zal ik er rekening mee houden. Ja, we hebben het er later nog over. Goed? Ja. Hallo. Doe mij maar een lekker wijntje. Lekkere wijn, dat klinkt een beetje vaag. Het is al bijna november, wat voor wijn hoort daarbij? Rood, rosé, wit. Ik moet eerst stage lopen in mijn eigen zaak, voordat ik met het echte werk kan beginnen, als het aan haar ligt tenminste. Waarom ontsla je die vrouw niet? Ze moet wel de plek kennen. Hé, luister, als je wilt doe ik het, hè? Heb nou gewoon een beetje vertrouwen in me.